Het verbaasde VHP-parlementariër Mahinder Joggi dat nog de minister van Openbare Werken, nog de minister van Transport, Communicatie en Toerisme in Den Haag heeft gesproken over de bouw van een internationale luchthaven in Nikeri. Joggi heeft gisteren in de Nationale Assemblee gevraagd hoe ver de regering is met haar plannen om een internationale luchthaven te bouwen in Nikeri. Joggi zegt te weten dat de regering serieus bezig is om het land verder tot ontwikkeling te brengen. Hij vond het daarom vreemd dat geen enkele minister heeft aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de bouw van een internationale luchthaven in Nikeri. Ik weet dat de regering serieus bezig is, voorzitter, te kijken naar mogelijkheden voor deze samenleving, voorzitter, om economische zaken om te zetten, voorzitter, de transport van landbouwproducten, andere producten serieus en menens is, voorzitter, dat te realiseren. Dus in dat kader wil ik wel vragen aan de minister, voorzitter, via u of misschien de president, voorzitter, wat de vorderingen zijn die zijn gemaakt, voorzitter, met betrekking van de bouw van een internationaal vliegveld, voorzitter, in het westen van het land, voorzitter, in Nikeri, voorzitter. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat de bouw van een luchthaven in Nikeri een van de projecten is die moet leiden naar strategische ontwikkeling van het land. Hij zei dat de voorbereidingen voor de bouw van deze luchthaven reeds in een vergevorderd stadium zijn. De luchthaven zal goed van pas komen voor de olie- en gasindustrie. Het dossier is al aan ons gepresenteerd. De verschillende tekeningen conform de internationale standaarden, de locatie waar het moet gaan. En uiteraard worden nu andere zaken ook verricht die te maken hebben met social impact studie, milieueffecten studie. Dat zijn zaken die een beetje tijd in beslag nemen, maar je moet het voldoen conform de internationale standaarden. Maar politiek heeft het besluit genomen, airport komt daar. En een airport conform internationale standaarden. Niet dat je gaat hoppen van Parijs en Frans-Guyana en van Frans-Guyana naar Sanderij en van Sanderij naar Nikeri. Nee, één keer van Parijs, Nikeri. Na één keer van Parijs, Miami. Dat is die richting die we opgaan met de voorstel. Maar dan staat het niet los. Maar dan staat het tegen de achtergrond van die oil and gas. Die niet ver gelegen zijn. Van Nikeri. Dat je ook daar een shorebase moet hebben. Dat je ook daar een brug moet hebben. En die zal ook in een heel vergevorderd stadium, meneer de voorzitter. De voorbereiding om te komen tot de bouw van de brug over Quarantaine Rivier. En dan ga je strategische ontwikkeling brengen. President Chandrika Prasad Santokhi gisteren in de Nationale Assemblee. Hij benadrukt dat de internationale luchthaven in Nikeri belangrijk zal zijn voor de ontwikkeling van diverse sectoren.